Arkham Master Boys, ik zei het al, het probeert het in de beginfase van de tweede helft. Hier de bal eigenlijk slecht weggewerkt. Dan komt de voorzet van Schokker. Jelmer Slager mist de bal en Van der Meulen, hij zit in de wachtkamer. Hij bedankt daar natuurlijk zijn maatje Oebele Schokker die de bal prachtig voorgeeft. Ook hier kan Vroeg helemaal niks aan doen. Prachtig afgemaakt. Is van Harkema Master Boys. Jelmer Slager dan weg. Dit is een mooie voorbij. Goeie voorzet. Dat is Roel van der Meulen. Ja, hij maakt het de 1-0. Dit is de echte Harakiet die de eerste goal maakt op Sportpark de Bosch. Dit is een goede voorzet van Jelmer Slager. De verdediging kopt er onder terug. En Roel van der Meulen die het heel knap aanmaakt. Van Spakenburg. Bartel. Aardige onval van Harkema Master Boys, maar die smoort bij Oebele Schokker. Routinee. Nee, dat is Boudin van Mart Dijkstra. Nou, het paasje van Schokker naar Roel van der Meulen. En dan is het de Liekmakker. Ian. De onval liek het stikkend erin bij Oebele Schokker. Maar dan is er de interceptie van Mart Dijkstra. Schokker dan bij de stekpaas naar de jochterkant. Daar staat dan Roel van der Meulen, hielendorf vrij. Hij tikt die bal invoerig achter doelman Tabarima. Overveen haar duidelijk volle meer moeite met de omstandigheden. En met het tasje dat Harkema Master Boys heel die meer mooie dingen door moeten hieren. Want dit is Roel van der Meulen met een fantastisch mooi doelpunt. De 41ste minuut, de 1-2 met Barto. En heel kreers omsielt hij Ferry Oostra van dichtbij. En dan is het 2-0 vlak voor het slot. Ender Bartek was. Ze wordt bij Vlagen heel aardig tikken. Maar het laatste paasje, daar ontbreekt het vaak aan. De werklust is er. En bij Tiep nek de combinaties. Mart Dijkstra, Barto, Mart Dijkstra en derde goal van Roel van der Meulen. En 5 minuten later is het alweer in Liekwicht. Prachtig combinatiespul van Harkema. Uit Maastricht. En die gaat er uitstekend in. Na de rest zet Harkema Master Boys terug. De ingooi van Leslie Vellinga komt hier van de voeten van Roel van der Meulen. Wat een geweldige poeier van de Harakiet. Wat een goal van dik 24 meter in het kruis. Daar binnen vanzelf de lekkersten. En dus 3-1 voor de Boys.